Polly Levens heeft afgelopen woensdag een collectie van de boeken van haar wijlen broer Alfons Levens gedoneerd aan het Nationaal Archief Suriname NAS. Alfons Levens, die een kritische Surinaamse auteur is geweest, overleed op 2 maart jongstleden. Hij heeft 10 boeken op zijn naam staan waarin hij zijn hekel uitsprak dat in een rijk land als Suriname er extreme armoede heerst. Zijn zus Polly overhandigde de collectie van haar broer aan NAS omdat zij de mening is toegedaan dat haar broer van groot belang is geweest voor Suriname. Hij heeft veel betekend voor de Surinaamse gemeenschap in Suriname en ook in Nederland. Hij is bestuurslid geweest, voorzitter zelfs van Vereniging Ons Suriname. Ik heb een paar beelden daar gezien. En na hem kwam ik als bestuurslid van Vereniging Ons Suriname. Ja, hij vond altijd de onderdrukte volkeren, die moeten op de eerste plaats staan. En eigenlijk had hij een beetje zo'n scepticisme tegenover het Nederlandse kolonialistische, psychologische intellectualisme of wetenschap. Weet je, daarom zag ik dat psychologieboek af en toe een beetje opschoot. En dan kwam naar voren andere boeken uit de van Suriname. Hij schreef. En dat boek Bezinning en Strijd is daar het gevolg van. Polly Levens, die samen met haar broer lid was van de Nederlandse vereniging Ons Suriname, haalde aan dat haar broer altijd actief is geweest. NAS-directeur Rita Chinfu toonde haar dankbaarheid voor de donatie en liet aan Polly Levens weten dat de boeken opgenomen zullen worden in de bibliotheek van het archief.